Dit oude buikorgeltje behoort tot het bezit van het Utrechtse Museum van Speeldoos tot Pirament, waarin alle instrumenten herinneren aan het begin van deze en de vorige eeuw. De cilinderspeeldoos uit 1885. Uit het eind van de 18e eeuw een bijouteriedoosje met een zingend vogeltje. Een Frans penduleuurwerk waaraan alles op de hele uren beweegt. Uit 1790 een klok uit het Zwarte Woud met slagwerk en cilinderorgel. Een platenspeeldoos uit 1890, voorloper van de jukebox. In sommige cafés stond omstreeks 1912 deze pianola met drie automatisch bespeelde violen. Het Philips Paganini Orchestrion uit 1919, waarin een ingewikkeld mechaniek tal van instrumenten in beweging zet. In de Belgische badplaats Blankenbergen stond eens dit zogenaamde dansorgel. Ook een dansorgel is de Franse gavioli, waarvan vooral het kunstig uitgesneden front opvalt. Van speeldoos tot pirament, achter de Dom in Utrecht.